Hoe oud ben je nou? Oh nee, schat. Zo, hallo allemaal. Ik ga vandaag even iets anders doen dan dat jullie gewend zijn. De vlog van vandaag wordt een mini makeover van, jawel, bam, wat er ligt, mijn slaapkamer. Ja! Ik ben vandaag woensdag en we beginnen de dag met een... Het verhaal achter mijn slaapkamer is dat Bart en ik, toen ik zwanger was, het huis hebben verbouwd. Hij heeft hier een hele vliering boven gemaakt. Super mooi, leuk. Het is toen gestuukt en de vloer is erin gekomen. En toen waren we zo blij dat het klaar was. Dat er eigenlijk verder niks meer is gebeurd. Dus ik ga het een beetje opvleuren, een beetje leuker maken en opruimen. Dat al in eerste instantie. Nou oké, dit is echt de real deal. Ik heb niks opgeruimd van tevoren. Dit is gewoon echt hoe we hier vanochtend zijn vertrokken uit de slaapkamer. De slaapkamer is een gedeelte van het huis waar ik heel veel ben. Heel graag lekker series zitten kijken. Op dit moment zijn we verslaafd aan Game of Thrones. Ik weet niet of iemand daar bekend mee is, maar heerlijk. Ja, en dan heb ik hiernaast heb ik een soort van inloopkast. Nou ja, dan ook wel echt een soort van... Want ja, ten eerste, het is een bende. En ten tweede, ja, het is een provisorisch inloopkastje. Maar we hadden zoveel ruimte hierboven in de voorzolder. Ja, dat het eigenlijk heel goed was te doen zo. En dan heb ik ook nog allerlei winterkleding en extra kleding en campingspullen en alles op de vliering hierboven. Super handig. Oké, die matrassen die moeten weg, want die zijn van ons oude bed en die liggen hier nog steeds. Ik heb nog wat dingen die ik had gekocht bij de IKEA. Een leuk tafeltje. Ik heb nog plankjes. En ik heb hele leuke lijsten. Dus dit is Before. Meteen even een plantje gekocht voor in de slaapkamer. Staat dat ook leuk straks? Wel een beetje behelpen zo op de... Oh, het was de bedoeling dat je me liet drukken. Oké, Disney heeft weer iets. Is dat niet normaal dit? Hoe oud ben je nou? Oh nee, schat. Hoe moet je anders een matras mee? Je bent zo jong als je je voelt, hè? Zo, nou, appeltje eitje, hè? Oh nee, nog een trap. Oké, nog een keer glijden. Oh ja, stoot alles lekker om. Hoezo, deze gaat toch naar je kamer? Die andere toch niet? Ga ik. Super. Oké, nou, ik ben begonnen met de kledinghangers. Jax ligt even gezellig hier erbij. Want ik wil alleen maar houten kledinghangers die ik bij de IKEA gekocht. En die plasticen gaan weg. Nee, nu is mijn glijbaan vermorzeld. Kijk wat mama heeft gedaan. Ze heeft mijn glijbaan vermorzeld. Nou, nu ga ik glijden. Nou, Jola is net al op de staartje gegleden. Nou moet ik eigenlijk ook wel. Hier, kijk. Wow, zie je dat of niet? Bart, waarom doe jij dat ook? Dat is niet voor jou, dat is voor dit kinderen. Het is gewoon om jullie tegemoet te komen. Zijn toch familie? Ze zullen allemaal pijn hebben. Bart en Jola die zijn de kistjes in elkaar aan het zetten. Die heb ik van de IKEA trouwens. En heb ik net even tijdelijk dit bedacht. De spiegel op die kistjes. Super handig, want dan hoef je hem niet op te hangen. Ha! Nou, ik vind het heel goed dat je ook een paar kistjes in elkaar hebt gezet, joh. Ah, dit begint al een leuk hoekje te worden. Nou, het begin is er, hoor. Ik had ineens nog een ideetje. En dat is dat ik een soort... alsof het een echt bed is ga maken. Ik dacht dat muisgrijs, dat is een beetje hetzelfde als dat. Op zich wel mooi, zo rustgevend ook. En dan daarboven die plankjes, precies. Of misschien net op de rand die plankjes, ja. Zeg maar daar. En heb je dit helemaal waterpas geplakt? Ja,
Niet aan je hoofd. Weet je dat het waterpas is? Is goed, waar wil je dan? Omdat jij dan nu meteen dit gaat ophangen. Dus als die waterpas is, dan hang je het meteen op. Eén voordeel, die schuifjes die hier nu in zitten, die kan je verschuiven. Waarom heet het ook schuifjes? Oh nee, die middelste niet trouwens. Deze niet, maar die andere wel, die kleintje. Maar dat hoeft in principe die kan je verschuiven, zie je? Dus dat is heel handig. Ja, er hoeft maar één schroefje per ding natuurlijk. Die komt in het midden. Our dream. What was your name already, mister? Shaka Zulu Zulu Chichiari. Whoa, okay. Aha. Dus, nou, let's go. Ga maar opmeten of het waterpas is. Precies, man. Ja. Ik heb de feeling. Het maar voor ons. Die kan moet iets naar beneden. Nee. Maar ik moet zeggen, het scheelt niet veel. Als ik nou ook nog leer boren. Het scheelt niet veel. Bijna helemaal goed. Dat heb je echt al netjes gedaan, dat moet ik toegeven. Weet je, ik ben de moeilijkste niet. Ik ga het doen. Oh ja, die armen. Hey, was jij toen weer wakker? Ja, hè? Hallo? Drogen, ga ik in de tussentijd Jax verzorgen weer. Ik ben heel even in een noppes samen met Jax. Hey! Want ik moest Jola naar Turnen brengen en dit zat het vlakbij. En ik dacht, misschien hebben ze hier nog wel een verborgen schatje voor de makeover. Die is leuk. Er viel niet veel te halen vandaag. Ik heb wel een heel leuk blouseje voor Jola gevonden. Heel schattig. Met leuke gouden sterretjes. 2,50. Oh, Jax die wilde dat ik ga rijden. En deze vind ik ook wel leuk. Een soort vaast voor wat bloemetjes in te zetten. Maar dat was het. Let's go. Moet nog eventjes naar de supermarkt. Deze heb ik net nog eventjes bij de Action gekocht. Een mooie wit met een beetje streepje erin. Katoen satijn. Deze heb ik bij de Noppies gekocht. En deze bij de Action. Leuke mandjes. Zo, daar is hij dan. De slaapkamer. Nou, dit is allemaal nog een beetje hetzelfde in mijn kledingkast. En dan kom je dus binnen. Nou, wat ik als eerste heb veranderd is dit. Zodat ik dit kan afsluiten. Ja, het ziet er een beetje gek uit. Maar het is ideaal, want het is dus helemaal verduisterend. Dus onze slaapkamer kan eindelijk donker zijn. Nou. Tadaa, dit is eigenlijk een beetje het hoekje waar het om ging. Ik heb dus dat geverfd, plankjes erboven gedaan. Achteraf gezien had het iets meer die kant op gemogen. Maar ja, het kan natuurlijk nooit helemaal perfect zijn. Het bed is wat meer bed, zeg maar. Nou, nu heb ik hier een plekje gemaakt als soort van nachtkastje. En hier is dan Jack's bedje. Die hoeft niet meer echt helemaal naast mij geschoven. Want ik vind het juist wel handig om gewoon eruit te kunnen stappen en naar hem toe te kunnen. En heel lang zal hij waarschijnlijk niet meer hier blijven slapen. Mijn kledingrekje heb ik nu aan deze kant gezet. Want aan deze kant, daar is Jax trouwens. Die ligt lekker te kijken. Dit is het andere hoekje. Nou ja, zal je denken van nou, lekker handig. Want als je dichtbij staat, dan
komt je hoofd er niet eens helemaal op. Oké, ja, nou ja, goed, jammer dan. Maar het idee hiervan is wel dat wanneer ik dus lekker ga zitten hier, dat ik me hier zo lekker chill kan gaan opmaken. En dat ik hier dan nog wat make-upjes in kan gaan doen. Ja, lekker, lekker, gewoon lekker zitten. Als je ooit eens een keer weer eens tijd hebt om je normaal en leuk op te maken.